Op 28 september kwam de stoomtrein weer een bezoekje brengen aan reizigers tussen Nijmegen en Den Bosch. Dit bijzondere evenement, georganiseerd door het Stoomgenootschap, zorgde voor veel blije gezichten en enthousiaste bezoekers. Met de route tussen Nijmegen en Den Bosch kwamen reizigers weer helemaal terug in de tijd met de oude coupés, terwijl ze konden genieten van het Nederlandse landschap. Naast dat de organisatie uitkeek naar deze onvergetelijke dag, waren de reizigers ook enthousiast om zich helemaal onder te dompelen in de tijd van 1938. Ja, het is een bijzondere dag vandaag. Heel veel mensen maken een reis terug in de tijd. We rijden met twee enorme stoomlocomotieven, een hele oude 100-jarige rijtuigen tussen Den Bosch en Nijmegen. En vandaag toven we een glimlach op veel gezichten, zoals je ziet, want het is hartstikke druk in de stoomtrein. En we zijn net vertrokken uit Den Bosch naar Nijmegen. We rijden met twee locomotieven, één locomotief voor en één achter. De oudste locomotief vandaag komt uit 1938. En de andere locomotief is een vrij moderne, een vrij nieuwe stoomlocomotief voor het begrip stoomtrein. Die komt uit 1954, dus dat is best wel nieuw. Nou, we gaan vandaag met de stoomtrein van Nijmegen naar Den Bosch toe. En we dachten natuurlijk wel dat als je in een stoomtrein uit de oude tijd reist, dan moet je natuurlijk ook een beetje de kleding in de oude tijd hebben. Dus vandaar dat we in oude kleding reizen met alles erop en eraan. Kunt u eens vertellen, wat is alles erop en eraan? Wat heeft u allemaal meegenomen? Nou, we hebben in ieder geval een mooie oude camera. Die is nog van de familie van mij geweest. Dus die heb ik speciaal bij me. Verder hoort natuurlijk een vestzakhorloge. Hoort er natuurlijk altijd bij dat je even de tijd bij kan houden. En voor de rest gewoon oude kleding. Oud jasje van mijn vader. En zoals je bij ziet, De jas van mijn overleden moeder. Tasje van mijn overleden moeder. De handschoenen van mijn overleden moeder. Wel een iets wat modernere jurk, maar wel met een oude print. Dus oude schoenen, panties die ik anders nooit aan heb. Dus ja, een hoedje van mijn moeder ook. Hey, en waarom zijn er dit soort dagen? Waarom wordt dit georganiseerd? Nou kijk, je ziet, het trekt ontzettend veel belangstelling. En veel mensen vinden het leuk om op een bijzondere manier een ritje van A naar B te maken. En wij als stoomgenootschap werken samen met museum spoorbedrijven. In dit geval de Veluwse stoomtrein uit Apeldoorn. En voorafgaand zo'n dag ligt er al maanden aan voorbereiding is er vooraf gegaan. Plannen met ProRail, want ja, we moeten tussen de reguliere treinen van NS worden ingevlochten. En dat is heel veel werk. Maar kunt u eens even vertellen, hoe is het voor u om zo'n deze mooie kledij, u wordt misschien wel bekeken. Hoe is dat voor u om zo'n dag dan mee te maken? Nou ja, wij vinden het fantastisch. We zijn al, ik denk wel 20 keer op de foto gegaan vandaag. Ja, ik vind het gewoon leuk om zo'n dag dan in stijl mee te doen. Ouderen, maar ook jongere mensen konden genieten van dit bijzondere spektakel. De treinen werden gevuld met meerdere treinliefhebbers en gezinnen die samen een unieke ervaring delen. Maar een dag als dit kwam niet zonder enige vertragingen. Er was vandaag een uur vertraging. Kunt u vertellen, hoe is dat zo gekomen? Ja, nou ja, we hadden een beetje last van een storing bij de NS. Maar ja, dat maakt het aan de ene kant ook wel heel leuk. Want je ziet, het hoort bij de beleving van een stoomtrein op het hoogspoor. Ja, ook wij kunnen vertraging hebben. Al werd het gelukkig door de meeste reizigers goed opgepikt en kregen we weer reacties zoals, nou, we kunnen nog lekker even een bossenbol eten en rustig aan doen. Hoeveel mensen zitten er nu in de stoomtrein? Nu zitten er rond de 500 mensen in. Waarom doet u dat in stijl? Waarom heeft u ervoor gekozen om zo te gaan? Nou, nogmaals, het is natuurlijk hartstikke leuk als je zo'n oude trein hebt, dat je ook in oude stijl reist. Het is ook leuk voor kinderen dat ze zien dat er nog mensen zijn die nog bijvoorbeeld een oude camera hebben. Want ze leven in de tijd van de mobiele telefoon waar alles op en af zit. Dat je bij dames nog de hoed afneemt als je ze tegenkomt. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Hè? Want tegenwoordig loopt iedereen elkaar straal voorbij. Dus het is ook een beetje de etiketten van vroeger die je nog bijbrengt. En hoe leuk is het dat je bij al die mensen gewoon toch een beetje een glimlach op het gezicht kan toveren. Dat is hartstikke leuk. Hey, en wat is het een beetje naar verwachting verlopen, zeg maar, over de opkomst en alles eromheen? Ja, zeker. We zijn absoluut tevreden. De ticketverkoop is al ver van tevoren gestart. En vandaag verkopen we ook nog de nodige tickets op het station in Den Bosch. En ik begreep van mijn andere collega van Stoomgenootschap dat daar ook rijen staan. Veel vraag. Dus veel mensen willen nog een ritje meemaken.